CES en Computex, dat zijn echte hardwarebeurzen. En we zijn hier op de E3 en ja, dat is een gamebeurs. Maar als je goed zoekt, dan kan je ook hier nog best wat opvallende hardware vinden. Ik zit hier bij Whirlwind FX en dit ding is de Vortex. En wat het ding doet, hij blaast lucht in je gezicht. Nou, we zijn hier, ik speel Battlefield 1, we staan hier op een berg, dus het is een beetje winderig. Dus normaal gesproken blaast hij een beetje koude wind in je gezicht. Maar goed, we zitten midden in een oorlog, dus er zijn ook overal ontploffingen. En op het moment dat er dus een explosie is, of er staat iemand met een flamethrower in de buurt, dan krijg je dus een dot warme wind in je gezicht. En dat is om het allemaal een beetje meer immersive te maken. En de manier waarop het werkt, er is software geïnstalleerd. En die analyseert aan de hand van wat er op het scherm gebeurt en audio effecten, analyseert die of er warme of koude lucht nodig is. En dit apparaat kan zelfs ook nog een stoot warme lucht geven als er echt een explosie is. En op zich, je zou denken, het is een beetje gimmicky. Maar op het moment dat je in het heetst van de strijd ineens een granaat vlak naast je ontploft, dan geeft het toch wel een cool effect. De Vortex gaat $120 kosten, komt over een paar maanden beschikbaar, waarschijnlijk nog niet in Nederland. Hier achter mij is een stand van Ultra Haptics. En Ultra Haptics heeft een apparaatje gemaakt. Het is een soort van grid van 14 bij 14 microfoontjes. En die microfoontjes die sturen een ultrasoon geluid uit. Op het moment dat je hand erboven houdt, dan voel je dus dat geluid tegen je hand aankomen. Het voelt een beetje kriebelig eigenlijk. Nou, en wat je daar dus mee kan doen, ze hebben een demootje, dan zie je dus, er komen er belletjes en je voelt de belletjes tegen je hand poppen. Het wordt natuurlijk nog leuker als je het ook in VR gaat doen. Ze hebben ook een demo. Dan gebruik je beide handen in VR. Er komt een soort van bol onder je handen. Dan leg je handen op, in de lucht dus. Je voelt die bol in je handen door het ultrasone geluid. En dan vervolgens krijg je de kracht van de bliksem. En dan kan je bam, bliksemschichten uit je vingers laten schieten. Het is voorlopig niet te koop. Er is alleen een devkit, die kost een paar duizend euro. Maar het zal wel heel cool zijn als we dit een keertje in het echt kunnen proberen. Hier bij Xenoma heb ik zojuist een demo gedaan met dit jasje. Het is een soort pak met deze zilveren naden erop. En die naden die meten het op het moment dat ze uit elkaar gaan of dat ze dichter bij elkaar komen. En als het dus om je lichaam heen gedrapeerd zit, dan kunnen ze dus je bewegingen van je lichaam omzetten in digitale signalen. Er zit er ook nog dit kastje op. In dat kastje zit een gyroscoop, een accelerometer en een Bluetooth zender. En die zorgt ervoor dat het signaal van je bewegingen naar de computer gestuurd wordt. En wat kan je daar dan mee? Nou, bijvoorbeeld een fitnessspel dat ik net gespeeld heb, waarbij je dus over een balk moet rennen. En dan komen er allemaal obstakels in beeld. Dus dan moet je af en toe moet je bukken, je moet springen en soms moet je ook obstakels kapot slaan. Het werkte niet helemaal fantastisch. Ik moest wel heel wild met mijn armen bewegen om te rennen. Het kruipen ging ook niet fantastisch. Maar goed, er is natuurlijk nog ruimte voor verbetering. Er wordt een Kickstarter-project gestart en dan wordt hij verder ontwikkeld. En als hij dan uitontwikkeld is, dan kan je misschien ook met dit pak in heel veel andere games gaan spelen.